Hey mensen, goedemorgen. Welkom weer in een nieuwe video van JW Predator Fishing. Nou, het is net licht geworden. We gaan een dagje dood azen. Of een ochtendje. En ik ga jullie meenemen en kijken wat we voor moois tegenkomen. Hoi mensen, schitterende mooie poldervis op dood aas. Nou, dat wil je nog meer, hè? Daar doe je het voor. Dit geloof je nooit. Alle twee mijn dobbers zijn weg. Ja, ik zie daar mijn andere lijn weglopen. En nu? Nou. En deze ook aanslaan. Anne. Nou jongens, dit is ongekend. Zie je maar, als je gaat vissen met twee hengels, heb je dus altijd kans dat je een dubbel hoek op hebt. Dus vandaar is het belangrijk, gebruik een kreddel. Liggen ze veilig in, kunnen ze geen kant op. Nou, ik ga ze nu terugzetten. Nou, dat was wel even een ongekend verhaal, zeg jongens, jongens, jongens. Het begint bijna op sporten te lijken, man. Nou, gaan we de hengels weer in orde maken. Dan gaan we meteen door. Blijf anders. Alweer mensen, let op.
moment. Hè. Mooie dikke vis. Zit goed in zijn vel. Nou ja, dat zie je maar, hè. Nou, zoals jullie kunnen zien vis ik ook bij een brug. En dat zijn ook vaak de stekken waar je onder moet vissen. Er zit ten eerste een schaalplaats voor de snoek, hij ligt in de schaduw. En ook voor de witvis een schaalplek. Dus ja, 1 en 1, 2. Vergeet niet vooral als je bij brug kan vissen, probeer ook weer een hengel onder de brug te gooien. Dat kan een mooi vis opleveren. Om het compleet te maken, ook nog een mooie snoepbaas. Nou ja, mooi, maar in de polder, op een dode voren. Nou, wat wil je dan meer, hè? Super gaaf.